Ik ben Juan. En ik ben Joran. Wij gaan vandaag de straat op om mensen te interviewen. De stelling is, een bedrijf mag niet plotseling stoppen met een online game. Als het spel in één keer zou stoppen en je bent bij een hoog niveau of level, wat zou je dan doen als het wegging? Oh, ik zou er dan heel erg van balen dat ik dan ineens niet meer mijn spelletje kan spelen. Ja, dat zou heel vervelend zijn. Zeker als je al tot de level 100 bent gekomen. Dat lijkt me niet zo leuk. Als je ervoor betaald hebt, is het heel gemeen. Ja. En zou u dan bij daar gaan klagen? Bij de baas of zo? Als ik ervoor betaald heb, wel. Dan ben je net lekker in een game aan het spelen. En dan houdt het er ineens mee op. En vaak wil je naar een volgend level of wat dan ook. En dan baal je er toch van dat je het... Dat je het niet kunt uitspelen. Nou, dat zou ik eigenlijk niet zo eerlijk vinden. Want heel veel kinderen die willen dat spel spelen. En dan kan dat opeens niet meer. Dan kun je niet meer verder. Dat lijkt me niet echt bepaald eerlijk voor die kinderen. Ja, dat zou ik wel zonde vinden. Want heb je ervoor betaald? De meeste mensen waren met ons eens. Want ze mogen niet zomaar stoppen met een online game.